Meneer De Vriend, over punt 25. Ja, dank u, meneer De Scheep, nog voor de toelichting. Maar dat amendement geen probleem. Maar twee opmerkingen of twee vragen. Een eerste, laten we dit goed communiceren naar de doelgroep. Ik weet niet wat men daar van zin is. Maar uiteraard, ja, dat gaat om een bepaalde groep mensen die nu geconfronteerd wordt met die beslissing, met dat afbouwscenario. Ik denk, als we communiceren, ik wil graag van u weten of we dat zullen doen en hoe we dat zullen doen. Maar als we communiceren, moeten zeker ook de sociale tarieven goed kenbaar worden gemaakt. Die zijn er bij de lijn. Bij de lijn zijn er sociale tarieven. Voor mensen met een omnio-statuut, voor gepensioneerden met een IGO, mensen met een leefloon enzovoort. Maar ik denk dat mensen wat we kunnen doen, dat we die mensen toeleiden naar die informatie rond die sociale tarieven. En twee, hebt u een idee van de geschatte besparing voor de stad van dit afbouwscenario? Dus om te antwoorden, één, ik denk dat wij deze week nog samen zitten met mensen van de lijn om deze stap, die uiteraard in voordering met hen samengezet is, verder te bespreken. Twee, van besparing gaat er geen sprake zijn, omdat, dat is het tweede luik, omdat wij eigenlijk samen met de lijn in december al gesteld hebben, kunnen wij helpen om het openbaar vervoer nog beter uit te bouwen in Oostende, naar jongeren toe, naar evenementen toe, naar nachtlijnen toe, avondlijnen en dergelijke meer. En drie, u weet waarschijnlijk ook dat wij blijkbaar uitverkoren zijn in een van de drie pilootprojecten van de Vlaamse regering met de werking van de lijn. Dus de regio Oostende is een van de drie, Mechelen en nog de derde ontsnapt mij. Maar goed, we hebben er al over samen zitten met de lijn over het een en het ander. Dus communicatie gaat uiteraard zo goed mogelijk gebeuren. Twee, geen besparing, omdat wij de kredieten die hiermee niet meer gebruikt worden, zullen gebruiken om het openbaar vervoersaanbod op een ander vlak, meer naar jongeren toe, meer naar alle mensen toe, te versterken. En uiteraard gaan we de sociale tarieven die mogelijk zijn bij de lijn nog een keer onderstrepen. Trouwens, dat is niet het enige dat de stad doet. U weet waarschijnlijk ook dat wij de helft betalen van alle schoolabonnementen, dat wij de werknemersbijdrage betalen van de mensen die in Oostende wonen en met het openbaar vervoer gaan werken met de lijn. Dus er zijn diverse aspecten van mobiliteit dat het centrumbusje die de randparking aandoet en het Geilig Hart, dat ook mede door de stad gesponsord wordt om toch die dingen allemaal bereikbaar te houden. En een en ander zal uiteraard, denk ik, want we zijn nog maar in de verkenningsronde bezig, zal kaderen in het pilootproject dat sowieso met de stad Oostende, de regio van Oostende ook en de lijn zal besproken worden in de komende maanden.